Hey guys, welkom in de VCD studio. We zijn hier in de editingruimte en we zijn bezig in Adobe Premiere met de laatste tweaks van de raw footage. We hebben gisteren een feedbackavond gehad en daarbij hebben we dus alle raw footage doorgenomen. En ja, nu zijn we daar een beetje mee bezig om dat af te maken. En daarna gaan we natuurlijk helemaal over naar de echte magic. Naar het mooi maken, de filmlook, de transities en alles erop en eraan. En ja, we hebben dus alle scènes nu apart. We zijn klaar met filmen en vanavond gaan we nog een paar audio takes doen. En hopelijk nog de epische final slot footage. En dan zijn we eigenlijk klaar. Hoe is het allemaal begonnen? Nou, vorig jaar tijdens de introductie, toen zaten we met een hele groep in de KI en een aantal mensen die erbij bij waren. En toen kwam het idee op van, we zijn nu een filmpje aan het maken voor de doelgroep waar ook Ninjas in voorkomen. Misschien is het leuk om een volledige film te maken voor Rassie. Dus een volledige campagne hiervoor. En toen hebben we in de intro nog een filmpje gemaakt met Ninjas erin. En toen is daarna een balletje een beetje gaan rollen en kwamen er langzaam vergaderingen op. Vandaag dag 1 en het is zaterdag 9 juli. We gaan onze eerste dag campagne filmen. Jullie hebben helemaal geoefend. We hebben het script ook zoveel mogelijk uitgewerkt gisteren en de week ervoor. Nu gaan we knallen. Er was een hele hoop van mijn rotzooi vooral in de film, want ik ben Ayala, dus ik heb heel veel rotzooi verzameld over de jaren. En op een gegeven moment zie je het laboratorium van de dokter, staat heel veel van mijn rotzooi, gewoon condensatoren, elektrische apparatuur, snoeren. Kanonenbraten, kinkelworst. Kunnen we aan zo, en nu even naar de andere dude zoomen. Kijk, iedereen kijkt hier naar dit punt toe, stilte gezet. En actie! Ik wil even het hier uitzoomen. Ja, als je hem gewoon boven je schouders ergens kan plakken, dan... Dan moet hij onder het bed liggen. Mm. Ja. Dan moet je eens toch op trekken. Trek buiten volgens mij. Ja, die staat om de hoek. Het is nu dag 3. Het is maandag 11 juli. Ja, een beetje in de rand. En daarna ben ik bezig geweest met het onderhouden van contact met alle deelnemers. Dus de figuranten en de mensen met de grotere rol, dat soort dingen. En dan kon ik vervolgens het mailtje prachtig negeren over daadwerkelijk wat we doen. Afhankelijk van wat mijn bui was, dat was gewoon... Wildvulling. Hij komt met de stoot. Tik. Die pakken we los. Ja. 1 keer. En dan kan je dus daar naartoe doorgaan. Dat kun je nog als je wil los doen. Het is dinsdag 12 juli. We hebben 7 à 8 scènes geschoten. Dat ging hartstikke goed. En, we zijn mooi binnen de tijd gebleven. Dat was verbazend. We hebben een goede samenwerking, een goede voorbereiding. Dus top film. Hij is allemaal begonnen met Campus Ninja 3. En mensen die zeiden, oh, er komt vast geen vierde deel. En dan andere mensen zeggen, oh, vast wel. Wat gaan wij doen? En dan ondertussen wordt er heel klein beetje over nagedacht. En pas een jaar later, of 3... komt er daadwerkelijk een deel 4. Dus ik denk dat het een beetje een traditie aan het worden is eigenlijk. Oh, het kan als Ninja Monster. Gewoon mee gaan tumbelen. Hier zijn Koen en Daphne bezig met het oefenen voor een choreografie. Met ondersteuning van Leo en aanwijzing van Bart. Maar het schijnt behoorlijk goed te gaan. Het ziet er best wel fancy uit. Ik ben benieuwd. En dat voornamelijk in het begin de taakverdeling wel leuk was. Om daar toch heel veel te doen al natuurlijk. Zoals inderdaad veel script schrijven sowieso, een beetje een idee krijgen wat voor verhaal. Ja, het uitwerken van de scènes, met name ook vechtscènes natuurlijk. En het is een beetje, hoe zeg je dat, door de problemen heen slaan af en toe. Met mensen die dan af en toe weggaan of een beetje niet meer terugkomen, whatever. Het is wel jammer, maar goed, dan komen ook weer mensen voor in de plaats. Zoals Emiel. Jee. Zaterdag 30 juli. Ja, maar schilderig. Het is kwart voor 8 ochtends op een zaterdag. Daar word ik niet heel blij van, maar het is voor het goede doel. Dus het is het epische eindgevecht dat wordt opgenomen. En ik denk dat toch alles weer een beetje goed maakt. Uiteindelijk vinden mensen het toch leuk om mee te doen, weet je. Alleen het kost gewoon veel tijd. Gelukkig is het zomer en hebben we die ook. Dus dat scheelt weer. Maar ja, mijn rol. Nou, af en toe een beetje van alles denk ik als ik tijd had.
maar voornamelijk bezig met vechten, dat was leuk. Oké, okay, iedereen klaar? Okay, recording, stilte graag en actie! We zitten erin. We zijn klaar, we hebben het laatste shot gehad. Eindelijk. En ja, het eindgevecht wordt echt super cool. Je wordt echt super vet, jongen. Hey, hou eens op. Hey, daar kun je mooie stukken. Nee, nee, nee.